kijkt naar een nieuwe aflevering van Delft op Zondag TV. Wij staan vandaag op de markt en wij gaan de inwoners van Delft vragen wat zij ervan vinden dat 1 juni de terrassen weer open mogen. Wat vindt u ervan dat de terrassen misschien weer open mogen 1 juni? Ik ben er zelf wel blij mee. Heel goed. Ja, ik gun het ze wel dat ze weer eens een keertje wat verdienen. Nou, ik ben heel blij, want ik werk zelf in de horeca, dus ik hoop dat ik dan ook weer gewoon aan het werk kan. Dat zou hartstikke leuk wezen. Ja? Denk jij dat de mensen zich er echt goed aan gaan houden aan 1,5 meter afstand, of gaat het nog heel lastig worden? Geen idee, maar ik vind dat op zich de mensen het nu wel goed doen, dus ik denk dat het gewoon weer wennen wordt, maar dat het uiteindelijk wel oké wordt. Gaat niet meevallen. Ik heb er wel vertrouwen in. Als mensen nou eens een keertje allemaal de rekening mee zouden houden, zou het goed kunnen gaan. Maar je ziet op straat al dikwijls genoeg dat de mensen daar geen rekening mee houden. En dat vind ik wel jammer. Nu lukt het ook niet echt volgens mij. Als je om je heen kijkt. Dus volgens mij falen we er nu al in. Dus, Denkt u dat het gaat lukken, die 1,5 meter afstand houden op het terras? Dat wordt nog wel een ding, denk ik. Dat wordt wel... Wel lastig denk ik, maar op een gegeven moment moet je wel weer de economie zien te kickstarten. Ja, ik vraag me wel af. Ik denk bij sommige restaurants wel, die kunnen dat maar makkelijk indelen. Maar ik denk dat het bij andere horecazaken wel lastiger wordt als ze bijvoorbeeld een smal terras hebben of iets. Nou, ik denk de meeste wel, maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die het nieuws gewoon niet bekijken. Voor dat hele kleine groepjes die er maar kwijt kunnen. Ja, en ik denk wel, zoals je ook al bijvoorbeeld bij de IKEA zag, toen die weer open was, gelijk hele rijen. Ik denk dat iedereen toch massaal dan terras op gaat. En heel makkelijk zijn. En ik merk vooral studenten dat ze gewoon heel snel langs je heen lopen. En mensen die misschien ook niet goed begrijpen, niet goed Nederlands praten of zo, of lezen. Dus dan zou je echt op afspraak, denk ik, moeten werken of zo. Want, ja. Wat is het eerste wat je gaat bestellen als je daar weer mag gaan zitten? Gewoon een biertje. En heel veel. Als er een lekker zonnetje staat, dan wel een wit biertje. Een lekker koud glas bier, denk ik. Lekkere cider. Toch wel, ja. Een lekkere lunch op een terrasje is ook wel weer een keertje lekker. Ja, in dit weer denk ik een biertje of zo. Dat was het dan alweer. Ik vond het in ieder geval hartstikke leuk om vandaag de meningen te horen. Iedereen is super positief en iedereen kijkt er hartstikke naar uit. Ik in ieder geval ook. En jij? Laat ons weten in de comments. Doe een duimpje omhoog en vergeet vooral niet te abonneren.